Op zondag 15 oktober was 21 Bis aanwezig op het 44ste filmfestival in Gent. Daar ging de eerste langspeelfilm Resurrection van de regisseur Christophe Hoornaert in première. 21 Bis interviewde hoofdrolspeler Gilles de Schrijver. We vroegen hem waarover de film gaat. De film gaat over een man, een kluizenaar, die alleen woont in een boerderijtje. En hij ontfermt zich over een jongen die aanspoelt bij hem. Half naakt vindt hij hem in de velden. En naarmate dat verhaal vordert, zal hij misschien ontdekken dat die jongen niet helemaal is wie dat hij zegt. En dat hij misschien iets verkeerds heeft gedaan door hem in huis te nemen. Heel spannend. En welke rol heb je nu precies in de film? Ik ben die jongen. Dus Johan is de kluizenaar en ik spoel aan. Ja. Okay, de film is speciaal eigenlijk. De film is super bijzonder omdat er nauwelijks gesproken wordt in de film. Dus het is de hele montage vertelt het verhaal en ik heb geen tekst in de film. Geen tekst? En hoe was het eigenlijk om helemaal geen tekst te hebben dan? Dat was super, super moeilijk. Dat was super technisch ook. En Christophe is een super technische regisseur. Hij zegt echt van tel dan tot 20, kijk dan naar links, kijk dan naar rechts. Dus het was voor mij de eerste keer dat ik met zo'n regisseur kon werken. En dus gigantisch veel bijgeleerd, maar het was heel moeilijk om te doen. Want over de regisseur zelf gesproken, dat is toch zijn eerste langspeelfilm, toch? Ja. En hoe was dat voor u om met de regisseur dan te werken? Christophe was, hoewel het zijn debuut is, was hij super voorbereid. Dus hij wist precies welk shot dat hij wou, hoe. Dus eigenlijk ging alles super snel en super vlot. Misschien een heel korte vraagje nog. Hoe was het eigenlijk om krulletjes af te knippen eigenlijk? Goh, dat was wel eens leuk, hè? Ja. Helemaal iets anders dan. Ja, ik denk het, ja. Oké, dankjewel. En nog heel veel succes, hè? Graag gedaan, dankjewel. Dag.